Dit is echt zo, niks aan de hand. Middel of de rood, Troskompas, IKEA, denk aan mij, fotolijstje. Woezige hakdag, zondag het gras maaien. Maat 42, Opel Kadett. Niks aan de hand, poldermodelfletje. U kent het wel, want u woont er waarschijnlijk zelf ook. En ik ben hier natuurlijk voor het doelgroeponderzoek. Ik vraag me alleen af, wat is mijn doelgroep en waar is mijn doelgroep? Ik hoop hier. Nee. Nee, dan gaan we door hoor. Gaan we door, ja. U verbouwt wiet op uw balkon, zie ik. Dat wiet? Ja. Heerlijk. Dat is wiet. Het kan u oproken, daar word je knetterstoond van. Kijk wel uit. Ja, dat is best leuk hoor. Pas op hoor. Dag. Ja, zeg. Kijk wat een leuk bedsprei. Koop dan niks. Hey, deze etage is behoorlijk kansloos. Er zit hier volgens mij niet echt doelgroep. Hoi! Lekker koffie! Waar houdt je vrouw nou bijvoorbeeld heel erg van? Nou, die kijkt veel naar nieuwsberichten en netwerk, dat soort uitzendingen. Weet je, ik vind dat altijd als ik aan mensen vraag waar kijken ze naar, zegt iedereen altijd nieuws en actualiteiten. Ja. Maar niemand zegt bijvoorbeeld, ik heb gekeken naar seks voor de boeg. Nee. Kijk, ik ook niet. Terwijl dat had een berenkijkcijfers. Als ik de kijkcijfers moet geloven, heeft heel Nederland dat gezien. Ik zou het niet weten, ik heb het helemaal niet gezien. Nee. Johan, we kunnen even naar beneden en dan gaan we naar die kant. Nee hoor. Nee. Ze is bang. Zo, sta je al lang te kijken? Ja, natuurlijk. Ja? Is dat meer omdat je niks te doen hebt of... Nieuwsgierig, hè? Ja. Ik heb genoeg te doen. Wat doe je allemaal op zondag? Aan het klussen. Kijk je overigens veel televisie? Ja, 's avonds. Ja? En als je nou kijkt, wat kijk je dan? Zo. Goeie tijden. Ja, echt waar? Kijk je goede tijden? Ja, ja. En wat nog meer? De Bolt. Ja? Goudkust. Ja, soaps, die vind je, dat vind je echt... Ja, je wordt ermee besmet, hè? En dan is het toch een soort verslaving. Ja, dan wil je niks meer missen. Hè. Kijk je wel eens naar Koken met Sterren? Ja, met Cas. Met Cas? Ja, Cas Spijker. Dan denk je ook van, nou, dat doet hij goed, dat ga ik ook proberen. Ja. Ja? Maar ik ken niet goed, ik kook wel thuis. Ik ben altijd de enige die thuis kookt altijd. En zij was dan af. Dus ik ken best wel lekker koken, vind zij tenminste. En eigen huis en tuin, kijk je dat wel eens? Altijd. Ja? Met Hobby Nico en Rob Verlinden. Ja, en hoe weet ze nou ook weer, die Irene. Irene Moors? Ja. Geloof jij dat, dat eigen huis en tuin? Ik bedoel, geloof jij echt dat Hobby Nico verstand heeft van klussen? Nou, hij kent het toch wel goed dat ik het vaak zie, dus... Zal ik jou zijn geheimje vertellen? Ja. Die kan niks. Oh, nee? Dat is allemaal nep. Dat is het grootst bewaarde geheim van Hilversum. Hobby Nico kan niet. Echt niet. Die heeft twee linker of twee rechterhanden. Zal ik je zeggen hoe dat gaat? Nou. Iemand anders zet het klaar, die timmert. Die slaat er nog een spijker zo ver in. En hij geeft net de laatste klapje, alsof hij dat gedaan heeft. Dat kan niemand zeggen, maar het is echt zo. Daarom dat hij zo'n blauw plekje op zijn nagel heeft. Wat doen jullie nou zo'n beetje op zondag? Ja, eigenlijk niks. Een beetje hier rondhangen. Een beetje muziek luisteren. En naar wat voor muziek luister je dan? Ja, gewoon top 40 muziek. Ja, wacht even hoor. Zet dat ding eens af, joh. Hoe lang gaat hij nou al mee? Hoeveelste keer is dit nou dat je meegaat? Hoeveelste keer is dit nou dat je meegaat? Nou, veel te veel, denk ik. Zie je wel, om dan nog aan laat staan. Naar de top 40. Ja. En naar de radio, waar luister je dan naar? 538. Sorry? 538. Dit knippen we eruit, dat begrijp je zeker wel, hè? Ja, dat is goed. 538, je gaat toch ook zeker wel naar Radio 3 luisteren? Ja, als ik daar wel eens van gehoord heb, misschien wel. Heb je nog nooit van Radio 3 gehoord? Nee, eigenlijk niet. Radio 3 niet? Nee. Daar zitten wij op. Weet je wat EPO is? Ook niet. Ja, dat zal zo'n druk zijn of zo voor die wielrenners of zo. Ja, ja, okay. Dan ga je een beetje van kicken, weet je wel. Dan ga je sneller van en dan kan je harder fietsen. En dan krijg je meer conditie. Als ik nou aan jou vraag, welke bekende Nederlander zou nou aan de EPO moeten?
Dat hij wel wat peper in zijn reet kan gebruiken. Ah, Ursel de Geer. Ja? Ja. Dan vind je een... Ja, misschien een paar van die politieke mogolen nog, maar ik zou het echt niet weten. Oké, okay, je moet kiezen tussen Jerry Springer of Catherine Kuil. Nou, Jerry Springer. Ja? Goede tijden, slechte tijden of The Bold and the Beautiful? Goede tijden, slechte tijden. TMF of MTV? TMF. 538 of Radio 3? Zal ik Radio 3 zeggen? Ja, oh, wat ben jij goed zeg. BNN, the dream of every man.